In deze video van Time to Guide wil ik het met je hebben over Copilot op Windows 11. En die kan je nu al gebruiken. Ik ga je ook laten zien hoe je het aan kan zetten. Er zijn al een aantal handige functies, ook heel veel dingen die nog niet perfect werken. Daar ga je ook achterkomen in deze video. En laten we dan meteen aan de slag gaan. Om Copilot aan te zetten heb ik dit artikel gebruikt van een goede vriend van mij, Menno Schone. Die heeft de website Schone PC met heel veel handige Windows tips. En hier wordt precies uitgelegd hoe je Copilot nu al aan kan zetten. Copilot is niet standaard ingesteld op Windows 11 en dat heeft te maken met de Europese wetgeving. Maar je kan dus wel de preview gebruiken. En hiervoor koop je je dit regeltje. En ik zal het artikel ook toevoegen aan de beschrijving van deze video. En vervolgens ga ik even naar mijn bureaublad. En hier heb ik een snelkoppeling aangemaakt, zoals je ziet, meerdere zelfs, om het even te testen. Snelkoppeling naar Copilot. En Copilot staat aan de rechterkant al open. Nou, om een snelkoppeling te maken is het rechter muisknop nieuw en dan snelkoppeling. En dan plak je dus de link die je eerder hebt gekopieerd. Wat je ook kan doen is via zoeken naar uitvoeren gaan. En dan plak je daar de link. Nou, het is al gebeurd. En dan klik ik op OK. En dan wordt Copilot ook opgestart. Nou, in dit geval wordt het afgesloten. Laten we even teruggaan. En dan zien we het hier aan de rechterkant openstaan. Ik wil graag beginnen met een aantal simpele opdrachten. En de eerste opdracht is open een programma. In dit geval Word. Dus we doen open Word. En er wordt gevraagd of ik echt Word wil openen. Ik kan dus ja invullen. Maar dat werkt nog niet goed. Dus als ik nu ja doe... Of yes, please open Word. Doe eerst even ja. Dit werkt dus niet. Doe nog een keertje open Word. En als ik hier op ja klik, dan doet hij dus wel gelijk. Copilot zou je normaal gesproken ook met je stem moeten kunnen besturen. En daarvoor klik je op het microfoontje hier aan de rechterkant. Maar dat werkt helaas nog niet. Ik heb dus Word geopend. Het duurde best wel lang. En dat is ook wel veel kritiek die op het internet wordt geuit. Dat het gewoon relatief traag is. Dat je veel sneller er gewoon zelf op kan klikken. Nou, ik ga nu even Spotify openen. Nou, nu kan hij dus geen Spotify openen, terwijl ik Spotify wel gewoon op mijn computer heb geïnstalleerd. En dat is wel heel erg jammer. Ik ga even verder in het Word document. Laten we even kijken of ik nog meer kan doen. Wat wel heel erg fijn is, dat je Copilot dus altijd aan de rechterkant van je scherm hebt staan. En hierdoor kan je gewoon direct vragen stellen over bepaalde functies. Dus je kan nu niet meteen de functie toepassen. Maar je kan bijvoorbeeld wel vragen hoe maak je een samenvatting in Word. Zodat je gelijk de stappen te zien krijgt. Wat je ook kan doen met Copilot is direct afbeeldingen genereren. Nou, hier wordt als suggestie trouwens kat weergegeven. Dus als ik op tab klik, dan vult hij het ook meteen in. Nou, laten we even kijken wat er uitkomt. Het duurt best wel lang weer. Nou, de afbeeldingen worden gemaakt met DALL-E en als het goed is, kan ik ze ook verslepen. Nee, dat kan dus niet. Kijken hoe we dat op een andere manier kunnen. Nou, dan zal ik hem misschien eerst moeten downloaden. Ja, dit is ook wel heel typisch weer hoor. Afbeelding opstaan als, en downloaden kan eventueel. Maar ja, als je in Word zit, dan zou je dus gewoon gelijk hem hier zo in willen zetten. We gaan even een andere functie testen. Wat ik iedereen zie doen met Copilot is Windows in dark mode zetten. Dus dat ga ik nu even proberen. Nou, moet je het weer bevestigen. Ik ben wel even benieuwd als ik hem bovenaan aanpas naar creatiever. Want hij staat nu op gebalanceerder. Je kan hem ook op nauwkeuriger zetten. Over deze verschillende instellingen hebben we ook een keer een video gemaakt. Als je meer wil weten over deze instellingen, dan kun je ook onze video bekijken over ChatGPT in combinatie met Bing. Maar ik ben dus benieuwd als ik hem op creatiever zet, of hij dan gelijk de programma's opent. In plaats van dat ik het eerst nog moet bevestigen. Nee, je moet het nog steeds bevestigen. Ga ik nu even doen. Nou, nu zie je dat hij wel mooi overschakelt. Ging nog relatief snel, moet ik zeggen. Ik zag het in andere video's nog langzamer gaan. Dus misschien is het ondertussen alweer verbeterd. Nou, nu typ ik even in. Ik wil een programma verwijderen. Ik weet dus dat heel veel mensen deze functie niet gelijk kunnen vinden op Windows. Zeker de senioren die ik vroeger aan huis hielp met de computer. Die hadden hier altijd wel moeite mee. Dus ik ben heel erg benieuwd of we gelijk gewoon bij het juiste onderdeel kunnen komen van Windows. We zagen net wel de instellingen app openen. En we krijgen nu een hele uitleg over het verwijderen van programma's. Maar ja, ik wil gewoon dat Copilot dat voor mij doet.
Dus ik snap niet helemaal waar dit vandaan komt. Het mooie was natuurlijk wel dat die instellingen openen. Dat was een hoopvol begin. Nou heb ik dus ook een documentje opgeslagen. En wat ik heb gezien in andere video's is dat je document direct naar Copilot toe kan slepen. Maar dat werkt dus niet. Werkt niet met een PDF, werkt ook niet met een Word document. Wat je eventueel wel zou kunnen doen, als je dit document alsnog wilt kunnen gebruiken met Copilot, is het openen in Edge. En dan kan je hier vragen om een samenvatting. Maar dit begrijpt hij nog niet helemaal. Nu geeft hij dus wel een samenvatting van dit document in de browser. Maar hij snapt het niet meteen, vond ik wel jammer. Gelukkig gaat het nu goed. Je kan ook nog steeds de Copilot gebruiken in Microsoft Edge. Die staat hier ook rechtsboven. Dat heet dus nu Copilot. Eerst heet het wat anders, geloof ik. Maar ook hier kan je dus weer vragen om samenvattingen, ook van pagina's. Maar dat kan dus nu ook met Copilot. Dus wie weet gaat dit er op den duur wel uit, dat je uiteindelijk alleen nog maar Copilot hebt. Want het lijkt nu dus een beetje dubbel. Ondertussen heb ik even Outlook geopend. En wat mij echt een geweldige functie lijkt, is als Copilot een antwoord kan voorstellen. Dus dat je hier schrijft van, bedenk een antwoord op deze e-mail. Nou, hier wordt dus gevraagd of ik de Outlook-app wil openen, maar die staat hier al gewoon open. Dus dat is weer best wel typisch. Erg jammer natuurlijk. Wat ik ook nog heb gezien in een andere video, een promotievideo van Microsoft, is dat het ook samenwerkt dus met apps die niet van Microsoft zijn. Nou, je ziet dat het nu al redelijk slecht werkt met de apps die wel van Microsoft zijn. Maar je zou bijvoorbeeld ook in de toekomst moeten kunnen vragen om bijvoorbeeld bepaalde muziek af te spelen in Spotify. Dat zag ik als voorbeeld. Laten we dat even intypen. We weten denk ik al het antwoord, hè. Maar wie weet is er opeens een wonder en werkt het wel. Open rustgevende muziek in Spotify om te studeren. En ik begrijp op zich ook wel, hè, dat Copilot niet zomaar toegang heeft tot alle gegevens op je computer. Dat zal in het begin ook wel zorgen voor obstakels. Maar ja, je ziet ook wel gewoon dat standaardfuncties in Word al niet goed werken. Waarvan ik wel denk, ja, het zijn beide programma's van Microsoft. Dat zouden ze wel ergens met elkaar moeten kunnen laten samenwerken. Nou, hier staat wel het volume aanpassen. Wilt u dat ik het volumeniveau voor u instel naar 50? Ik weet niet helemaal waarom hij dat heeft bedacht op basis van mijn opdracht. Maar blijkbaar kan je dat ook aanpassen met Copilot. Nou, ik klik nu even op ja. Kijk wat hij doet. En hier wordt ook aangegeven dat Copilot niet werkt voor Spotify. Ik ben ook even benieuwd, nu we het toch over muziekvolume hebben. Die overigens staat hij op 50. Nou, hij stond op 50. Dus dat lijkt goed te gaan. Kunnen we ook de helderheid aanpassen van de laptop? Pas de helderheid aan naar 10%. Nou, hier wordt uitgelegd hoe je de helderheid kan aanpassen. Maar dat weet ik zelf ook al via de toetsen. Toch weer jammer. Wat ik me nu trouwens bedenk, is dat ik ook zou kunnen intypen zoek op Google naar en dan een zoekwoord. Wel even benieuwd of hij dat wel kan. Nou, is Google natuurlijk niet van Microsoft, dus wie weet kom je daar weer mee in de knoop. Oké, nou, we krijgen wel informatie over Time to Guide, maar niet specifiek een Google-pagina waar we dus hebben gezocht. Nou, Copilot heeft best wel veel potentie, maar het moet wel echt een stuk beter worden. En het moet ook verschillende taken met elkaar kunnen combineren. Dus dat je bijvoorbeeld typt van ik wil Premiere Pro opstarten en mijn laatste project openen. Of ik wil bijvoorbeeld een stuk in Word hebben over de verschillende versies van de iPod Touch. Of ik wil weten wie bijvoorbeeld Napoleon was. Of ik wil een lijstje hebben van films die nu in de bioscoop draaien met de IMDb-beoordeling erbij. Als je dat soort taken met elkaar kan combineren, dan wordt dit wel echt een stuk efficiënter om te gebruiken. Nou, nu merk je vooral dat het heel erg weinig kan, best wel langzaam is en dat je ook steeds alles moet bevestigen. Dus dat valt redelijk tegen. We gaan natuurlijk nog wel een extra video maken over Copilot als het allemaal beter werkt. Dus klik even op die knop om te abonneren, om op de hoogte te blijven. Daarmee zou je mij ook heel erg helpen. Dit was een video van Time to Guide. Mijn naam is Timon en nu is het time to go. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je vragen over andere bedrijfssoftware? Schrijf jou en je collega's in voor een van onze trainingen. Klik op de link of kijk op de website voor meer informatie.